Hallo Tiny Pingwings. En Childers of Gotham. Childers of Gotham. Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Tales of the Borderlands. We gaan natuurlijk weer waar we gebleven waren. Ik heb nog steeds de controle vast deze keer. Dat gaan we om de twee afleveringen zo doen. Dus dit is voor nu even de laatste keer dat ik het weer ga doen. En we gaan gewoon deze area even onderzoeken. Want we hebben hier een spiegel. Ja. Nou, laten we gewoon kijken. Guess these three have been together for a long time. Oké. Okay. Netjes. Moxie poster? Oh, die kennen we. Hey, Moxie! Shabby. That crazy Pandora kind of way. Oké, even kijken. Wat is er nog meer leuks? Oh, je kan ook je oog gebruiken nu weer, hè? Juist, kijk eens. Oh, veel beter, veel beter. Kan je alles nog een keertje scannen, want dan zie je het op een scanmanier, zeg maar. Zie je? Ja. Zie je er wat humor tussen, hè? Ja, closed window. Hier staat niet echt iets bijzonders tussen. Ik weet niet wat dit is. Mm-hmm. Travel poster. Oké. Even kijken. Had ik dit al gehad? Of is dat gewoon niet? Dat is die foto gewoon. Ja. En dit is een... Oké, nice. Die nog? Ja, deze. Alright. Geen humor. Helemaal niks. Nee. Oh, ja. Ik heb wel hier... Oh. Wat staat er? Een pan. Nou, wat interessant is hier aan. Impressive. Oh, wat? Echt lekker, okay. Impressive! Die vent is wel heel erg makkelijk te... Ja. Ja, echt. IJzer pik je... Oh, je arm is van ijzer. Oh ja. Oh ja, inderdaad. Impressive. Impressive stuff. Oh, wow. Daar is de ship. Mooie sterrenhemel. Ja. Yeah. De ship. Voor mij gaan we naar een party of zo. Ik hoor ook heel veel. Sup! Oh. Hier zijn motors. Oh. What happened? Dat was ook een leuk ding geweest als het in de Borderlands was. Ja, hè? Ja, sommige Borderlands hadden we die. In de... Congratulations. Nee, toch? In de Space Borderlands, toch? Ah, dat was nog niet echt een motor. Of van die wielen in Borderlands 3, daar waren toch ook soort van motor. Ja? I'm fine. Net als alle mannen die het zeggen, als ze zich niet helemaal voelen. I'm fine. Man up, you know. Als een vrouw het zegt, dan zijn ze niet fine. Dan is het gewoon... Mannen ook niet hoor. Nee. Zeker niet. Man up, bitch. Er is dan. I'm fine. I got the man up. Ja. Kind of abandoned Atlas warehouse. Doesn't look abandoned to me. You got the man up. On the side of the planet has shown up. How about it, Mr. Roboto? Do you see any way to get inside? Mr. Roboto. That's Atlas tech. You should be able to scan it. Oh. Scan it. Okay. Wow. We zien, ik word echt geforceerd om... Oh nee, wacht, kijk, dit is de hele kraan. Ja. En dit zijn gasten, bandieten. Ja. Analytisch compleet, geen humor. Oh wel. The first range of lunatics, murderers, psychopaths, yahoos. Ik weet niet wat yahoos is, maar dat is gewoon een zoekwebsite voor mensen die een extra e-mailadres voor een pornosite hebben. Waarschijnlijk. Hooligans, roughnecks, madmen en knee-do-wells. All excited about something. Probably murder. En dan hebben we de kraan. Ja. Even kijken. Mining kraan. When Atlas abandoned their efforts of Pandora, they left behind hundreds of mining rigs and cranes like this one. Rigs? Lousy bitter box. Nee, rigs. Oh, jammer. Geen rigs. en Rick en Morty, E-Strike is niet totaal inevitable. Aangezien de Borderlands 3 hebben gehad. Ja, zeker. Misschien dat we het nog een keer krijgen. Oh, we moeten... Kijk. Technical... Seeds 4, one of Pandora's most popular vehicles. The technical is a great way to say, hey world, I'm gonna kill you. Nice, we hebben de kraan gehad, we hebben de bandieten gehad. Wat hebben we nog meer? Er moet nog meer zijn, toch? Ik denk het. Ik zie niks oranje. Misschien meer naar rechts, misschien. Uiterst rechts. Ja, daar ben ik volgens mij nog niet geweest. Die heb ik al gehad. Nee. Ja. Oh. Oh, oh. Wow, what the fuck? Oh. Ja, zero denk. Ja, dan heb je hem, de bitch. Daar zit hij. Hoi. Met zijn snipertje. Ja, dan ben je het kwijt. Inderdaad.
En dan gaan de mensen die gaan ze zeggen van, Jezus, 10 miljoen, wat moet ik ermee? Ik heb zoveel geld. zag je met Naruto rennen? Ik be like, ik geef jou gewoon 600k weg. Dus ja, wat moet ik ermee? Ja. Ik weet niet wat ik ermee moet. Oké. Okay. Die zijn echt de rijkste van heel de Borderlands, denk ik, die valt hun dus. Ja. So you found a way in. Now remember to get in and out of there quickly. We've already taken too many risks. You're not coming along? Somebody needs to. I'm a pussy, sorry. Ja. Oh ja, ik moet bij de getaway car blijven, aka. Yeah. Ik ben een fucking pussy. Be prepared. Don't trust anyone. Nou, dank je, Pik. Had je niet even een appje kunnen sturen of zo? Even meteen in de groep gooien. Vertrouw niemand hier. Oké. Okay. Geweldige bijdrage. Ja, thanks. Zet hem op, jongens. Nee, vertrouw niemand. Ik ga bij de getaway car blijven. Fuck jou. Het is wel vet dat hij twee verschillende kleuren ook heeft. Ja. Oh, gameplay. Oké. Okay. Zo. Oh, dit is het plan, hè? Oh, what the fuck? Dit is het plan pas. Ik ben echt benieuwd welk knopje je moet indrukken, Captain. heel groot driehoekje erop deelt. Er is zelfs een baby dit nog. Zelfs een zusje kan dit nog spelen. Ja, dat weet je hoor. Dit is wel next level hoor. Je moet wel pro-gamer voor zijn hier. Zo, dat deed ik, hè? Ja. Kijk, hop. Op één hand, hè? Zeg je dat? Ja, joh. En de briefcase, hoppa, zo kan het gewoon. Wat de? Waarom gaat het zo easy? Hey, dit is... Kom. Nou, dat is allemaal het plan, hè? Ja, ik hoop dat het goed gaat. Dat was de theorie, nu het pro... Oh, iedereen is pleit. Oh, ze zijn er al. Oh, het is zo gelukt. Nice, hij was gewoon aan het dromen en het is gewoon gelukt. Ja. Nou, kom maar met die koffer. Oké. Okay, quit leaving behind. Ik vind het goed. Oké. Okay. Want hij zegt nou zeg maar dat, dat ze goed zijn instructies hebben opgevolgd. Dus ja. Nou is je bevriend. Ja, ja. Kijk even naar boven, Reese. That ass, though. Oh, hij deed het ook. Ja. Ja. Ik zit achter de knop, hè. Perfect timing. Zo. Waar koop je dat? Ja, wat moet je doen als er een chick op je trap... Kruisje. Ja. Hey, Vaughn. Open up, buddy. En nou? Ik zie een glitch! Een glitch? you made it this far, let's focus on money. Ja. Yeah. Wow! Ja. Remember? Fake vault key? You just tried to steal our van. Oh, ah, kom op hoor! Gaat ze weer. Ah, vrouwen. Daar is je ziek van, joh. Ja, joh, echt. Houd dat wapen uit in je broek. Echt. Wacht, ik kan... Scannen. Scannen? Nee. Kan dat niet? Nee, kan ook niet. Ik kan niet naar achter lopen. Nee, dat is één kant op. Ja, maar, ja, dat is deze game. Je kan maar één kant op, dus rechtdoor. Niet zeuren. Echt. Oh, rennen! Rennen, Pik! Ho! Oh, show! Ze brengt me best wel pittig. Ik kom wel heel snel. Eén keer naar links. Oh, wat pittig! Heftigste stuk in de game. Nee, maar die kwam wel even heftiger aan. Ja. Oh, ik kut. Wat er gebeurt als het fout gaat. Ik ga het niet proberen. Nee. Just shoot him. Een beetje chaos, man. Ja, boeien. Jij en ik hebben echt duidelijk hele andere prioriteiten. Ik wil alles kapot maken. Ik wil een beetje content, een beetje interesse. We gaan wel echt de meest random storyline krijgen als jij hier nou weer de controls van ze hebt en ik. Oh ja, zeker. Dat gaat echt chaos worden.
Gewoon, Reese heeft er al op eens twee persoonlijkheden. Ja, dat wou ik ook doen. Oh. Dat wou ik dan ook doen. Maar ik denk dat je echt de game zelfs gaat denken van wat wil je nou? Ja, error. Please game, play the game again. I can't find the solution. Krijg je een Easter egg poppetje dat alleen de game met pistool zijn eigen hoofd uitknalt. Ja. Dat zou ik zomaar gewoon gebeuren, dat de game het gewoon niet meer weet. Ik hoop dat ze dat allemaal wel gecoverd hebben. Sneak up to the... Dit was een mooie co-op. Dit was een mooie co-op geweest. Ja man, waarom is het niet co-op? Oké. Okay, Het is gewoon prima. Meh. Oh jezus. Okay. Dat kijk kakkie. Ja echt. Nou, dan krijgen we zo'n Nou, jij fucked het op. Drukken! Oh! Echt, jij bent echt net een Jerry. Drukken! Indrukken die knop! Je bent echt net een Jerry, jij, man. Ja, dit is echt, ja. Die man is binnen hem toe. Hoe kan een vrouw het wel? En, wat is dit? Ik zou het ook niet kunnen, denk ik, maar wat is dit? I got it! Mijn ego. Je mag niet echt bij, wat wil je nou? Ik ben hem aan het knuffelen. Ja. Maar waarom doet hij ook niks terug? Oh, oké. Wow! Oké, dat had ik misschien niet moeten doen. Jezus. Ik denk dat je met deze character gewoon Jerry moeten noemen. Ja, ja. Fucking Jerry. Druk. Oh! Netjes. Hoppa, zo'n Jerry. Val hem! Oh my god. Ja, wat pik! Het maakte niks uit. Nee, maar het zag er niet cool uit. Nee, ik weet het, maar het was heel lastig. Dat cool. Dat was echt niet moeilijk, dat was echt niet, niet te doen. Maar goed. Ja. Dingen vangen is lastig. Fucking Jerry. Eng met de stroom. Ik wil mezelf niet elektriciteren. Ja, ik denk dat je hem goed had gevangen hoor. Denk ik. Nou ja, misschien wel niet. Ja, maar dat zou je nu nooit weten. Ja, dat is waar. Anders gaan we een keer replayen dan. Nope. En waarschijnlijk moeten we het ook een keer replayen. Ja. Ik weet het ook niet meer op een gegeven moment. Zo. Nee, dat verrast zich man. Weet je wat het kost? Te veel. Je bent je bordetje ook kwijt van de Mediapart. Dit kan je meer inruilen ofzo. Hack it of smack it. Oh ja, paf! Ben Jerry. Moet hem gewoon Jerry laten maken. Gewoon smack it. Wat zou Jerry doen? Ja, smacken. Damn it, nee. Damn it! Zullen we hem. Ja, hack wil je meer een Rick? Wil je hem weer een Rick? Ja, echt. Je weet dat het een goede keuze is. Ja. Maar dan gaat het gewoon fout, let op. I'm in. Waarom met de pistool erbij? Doe even normaal, bitch. Ja, ik vind haar echt kut, joh. Ja, echt. Fuck a summer. Ja. Where are my testicles? Ja. Will you lay off? It's not that simple. Vierkantje. Ja, it's not that simple. Oh. Sorry, Captain. Ik zit aan de knoppen. Ja, na deze aflevering kun jij weer twee afleveringen, dus dan ga jij weer heel het verhaal verneuken natuurlijk. Ja, of jij verneukt het verhaal van mij nu, dat kan ook, hè. Het is maar net hoe je het ziet. Ja, precies. Eigenlijk misschien wel, want jij hebt daadwerkelijk gegamed. Je verneukt mijn gamepick! Ik wil platinum! Ja! Ik ben jouw platinum kokblokker. Sorry, had je met mij niet moeten uitnodigen? Nee. Mijn verhaal. Mijn lijn. Mijn leven. Nou, neem nog maar een lijn dan. Het is mijn leven. Ik heb toch geen... er is toch geen zand? Ik kan mijn hoofd hier toch niet in doen. Ja. Bakkers. Nou, hallo. Ja, nee, ik hoor dat achtergrond je moeder maakt. I have to make it back. It's not easy. Fuck. Life is not easy. It's not that easy. Okay, everyone's more than happy to climb the corporate ladder, even if it means using your face for a rung. Sounds awful. Yeah, it mostly is. Oh. I have to
Ja, ik wou net zeggen, ga je dan neuken of zo? Ja, ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou weer? Ja, als jij dan de knop was, hadden we het al lang gedaan. Dat was echt Borderlands Deep Throat geworden, inderdaad. Wel een mooie titel. No way. Nou, dat zeg jij. Ja, waarom? Om ze met een pistool op te dreigen, die bitch. Jij hebt wel gelijk. Maar ik wil voor mezelf even nadenken. Hier, dit bedoel ik. Kut. Kan iemand dat pistool niet afheffen? Geef hem een smack. Gewoon even met de vlakke hand. Klets. Gewoon. Hey, jij zei het. Hey. I'm in. Okay, I'm impressed. I suppose you're not completely useless after all. Ja, doe maar wat. Thanks. I really appreciate that. Oh, pff. Yeah, get the link. Ja, sorry, simping. I got in, but simping for life. Well, hurry up. Oh, what the fuck? Oké, dit is stoot, dit is helemaal aan jou. Je kijkt maar even. Bitch, waarom is dit dat? Wat gebeurt hier? Zelfs het select knop is omgedraaid. Ja. Gozer. Drink maar wat. Ja, lekker pik. Druk maar wat. Kijk dan. Fuck dit, jongen. Ja, dit zijn jouw knoppen hoor. Niet op mij, hè. Captain, jongen. Jij zegt druk maar wat. Ja. Dus ik druk maar wat. Ja, ja. Oh, dat zijn skags. Oké, 1, 11. Dit is mijn verjaardag. Bijna. Wat een gag. Gag reflexes. Ja, Sleepy Gary. Dat is ook een goeie. Mm-hmm. Ging helemaal stuk. Het is frustrerend, want dat was niet eens echt. Ja, het is er nog maar één. Welke zou je kiezen? Ja, echt. Ja. Waarom kijk ik ook naar de optie om een knop in te drukken? Ik moet zeggen dat zij wel vaker Borderlands moet spelen, want het schiet alleen maar mis. Ja, fucking stormtroepen. Ik ben nog niet eens in de Star Wars franchise en ik weet dat het een stormtroep referentie is. We hebben onze eerste Star Wars referentie, dames. Nou. Ja, echt. Ja, en natuurlijk. Lopen sprayen en geen fuck voor elkaar. Oh. Ja. Oh. Wat? Wat gebeurt er? Ja, Zero, denk ik. Yep. Ja, kan niet anders. Hij komt ook onzichtbaar bij mij, toch? Mm-hmm. Ik had echt niks aan die power. Maar ja, hij kan het blijkbaar veel beter omgaan. Ja, blijkbaar. Sure, yeah. Ja, kruisje. Kruisje. You're really cool. Oh, faggot. Oh my god. Kun je nog weer eens eruit kruipen? Oh my god! Oh my... Is Zero misschien een chick? Weet jij dat? Nee. Denk het niet. Al. Nee, dat hij is cool. Oh ja. Oh nee, ga ik nou... Meer trofee. Oh, dankzij... Ja, jouw trofee, gay. What are you two doing here? Zemen. What are you? Yeah. That's bullshit. We're lost. Hij is duidelijke bewaker. We're lost. Yeah, I figured as much. You got that look. I was actually hoping to find a bathroom before my idiot friend wets himself. Gotta go. Je kent het wel, plassen, je weet het. You gotta go. We're outside, man. Just pick a spot. No one cares. Okay. Open up your mouth. Kom, we doen de Patricia paar. Yeah. Oh, kut. Sorry, I realize this is rude, but I really don't like your face. Oh, kruisje? You just always look like you stepped in something. If you're supposed to be prepping the cars, why aren't you doing it? I guess, because I'm talking to you. That's probably why, if you must know. I think you're slacking. Whoa, okay, what are you, a secret shopper? You see, I'm armed, right? This is a gun. No way. That's a weird way to talk to someone you don't know. Not even factoring in firearms. Let's start over. If you're not official drivers, well, I'm pretty sure I'm supposed to shoot you in the face. Oh shit. Oh, oh hey. Nou lekker. We zijn officiële drivers. Ja, oké, okay, laten we... Oh nee, dat had ik niet moeten doen, kut. Nu gaan we het geld splitten. Oh, oké.
What exactly are you two up to? None of your concern. Yeah, that works. They don't really pay me enough to care. I guess I'll go get your ride. Okay. Doei. Oh, nou, het werkt wel. Kijk, dit is wat er is gebeurd. Kijk, ik ben helemaal niet really aangelegd. Dus ik denk dat het misschien wel een goed moment is om mij de knoppen te laten houden voor de rest van de game. Dat dacht ik niet. Ja? Ja, mute je dan even. Welke ziet er het vetst uit? Nou, die Psycho die kennen we allemaal, die is 0. Die ander? Hallo? Oh. Oké, I'm back. Yep. We hebben geen geld voor. Hebben we maar geen geld voor. Oh, what the fuck? Dan wordt dat hem. Deze dan, hè? Nee. Of gratis als je zo'n cheap-ass bitch wil, hè? Ik wil geen cheat-ass bitch zijn. Nou, druk maar aan dan. You've got good taste. Ja, te. Okay. Nee, it's gone. Get going. The ride is waiting. Oh. Wat? Wat deed jij op? Ik weet het niet. Nee, dat is helemaal niks. Ik weet niet wat hier gebeurt, Pik. Nee, what is life? Oké. Okay. Oh, kom op! Hij is hier opgetiefd met zijn motor. Wat een fucking loser. Oh, Jerry praktijken. Ja. Wie is hier nou echt de Jerry? Ja, yeah, I don't know. Hij kan ook een Morty zijn. Ik don't know. Look, the important thing is that we're inside and away from that. At least they seem preoccupied. This is bad. This is bad. What have we gotten ourselves into here? Psychos. Not a sports guy, some sort of range, doesn't matter. Where inside. Oh. Doesn't matter. We're inside. Yeah. That's what counts. Race will begin. What an ass. Wat voor race? Ik heb niet eens opgelet. Are you kidding me with this? Guns. If you don't know what we do. I'm getting so sick of having. Je denkt de prijs is dat je moet blijven leven. We vinden het geld. Ik hoop het. Yeah, that's what's upsetting me. We find them first, then we can try and figure out where the money is. Oh, wat? Je moet winnen. Ja, fuck. Oh. Maar weet je in ieder geval wel wat het is? Ja, dat is beter. Ja. Ja, is. Gezondheid. Ik ben benieuwd. Oh. We mogen gaan racen, dames en heren. Calm down. It's in the back. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Moet je al echt racen of is het weer rondje, kruisje? Ja, ja. Kruisje? Don't embarrass me here. Ja, thanks a lot. We moeten hem een beetje optaffen. Ja, maar echt. Dit is weer je ego die praat, hè? Ja, echt. You just gotta let loose. Rev the engines on your life, man. Wait, what do you mean? It doesn't matter. Just, you know, enjoy the moment. I could get used to this. Yep. Just don't hurt yourself. Hello! How does a jackass like this become a leader of anything? Maar echt. Oh god, jij gaat topfucken. Oh. Oh. I think this guy wants to eat my eyeballs. Oh, toch wel. Hey then. Just don't lean in. My doom buggy. Filthy death. No, you've got this all wrong. We didn't do anything. If you let him kill me, you'll never get the money. Oh, yeah, sure I will. Felix can bypass any lock. He'll have your case open faster than this guy can eat your lips. What the fuck? The bomb synced to my bio signature. Bomb? There's a bomb in the case? Oh my god. Let me go! Druk wat!
Drink wat? Oh. I can't keep bailing you out of these messes. Accelerated depreciation, unfavorable variance on amortized premiums. Oh, so. Meet friends forever. Look at that. A friend for life. Yeah. The fuck, is this for content? Okay. Nou, het is nogal chaos hier, maar ja. Okay, daar gaan we. Je gaat racen, pik. Don't yes, fuck it up. Komt goed. Kruisje. I feel the need for speed. Oh. Absoluut. The need for speed. Yeah. Let's go get rich. Oké. Okay. Oh jezus. Oké, I'll admit. That looks pretty dangerous. Life come. Life go. Go, 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 go! It's fine! We're okay! Oh jezus. Oh mijn god. Oh. Dit is niet goed. Ik versta je niet, zo hard geluid staat, grap. Ik moet dat even veranderen bij de volgende aflevering. Ja. Want dat is echt niet normaal. Holy shit. Ja, maar stukje denken. Ja, maar ik versta je ook niet goed. Dus. We are so dead. Oké. Weet je wat ik doe? Druk hem eens pauze. Dit is op, ja, voor mij is het wel beter, of niet? Ja, voor mij was het geen probleem. Ja, voor mij wel. Is het beter? Wel iets beter, ja. Ik kan het zo heel gewoon op nul. Is het voor jou nul? Nee. Oh. $20,000 plus... Oh, ik dacht die 100 miljoen. Nou, of... 10 miljoen. Is dit geen eindbaas die we gehad hebben, Pink, in 3? Ja, volgens mij wel. Lijkt er inderdaad wel op. Ja, oké dan. Daar gaan we. Oh. Nou, dat was hem wel. Ja, zij kan schieten. Oh. Zo, eerste keer kan ze raken. Ongelooflijk. Voor één keer. Ik denk dat jij aan de kant moet springen, Pink. Ja. Oh. Jezus. Nou, pak de kist. Oh. Ja, natuurlijk. Oh, let's go. Dit wordt fucked. Oh, loaderbot! Oh, kut. Peter. Oh, Peter. I'm in this wheelchair. Fuck, Peter. Ja, fuck. Ik kan nooit meer iets anders horen. Nee. Bakkers dibbes. Oh, daar is hij weer. Man. Oh, god. Al die achtergrondgeluiden. Jezus. Binnenkort is dat over, Childrens. Binnenkort is dat over. Dan gaat hij lekker naar boven vuizen. En dan is die content helemaal prima. Dan hebben we geen last meer van de hond. Doe maar... Vierkantje? Ik wil meer. 75%. Zie jij het scherm nog? Ja, hoezo? Oké, nee, ik kreeg een berichtje of zo. Oh. Oh! Pak hem! Ik was op. Wat? Dat gaat niet goed. Oh.
Heb je nog, ben je nog gefuckt? Omdat je te laat bent? Ah, kom terug. Ja, oh! What the fuck? Ah, kom. Ik denk... Ja, oh, pak hem! Oh. Godverdomme. Kom op! Ja! Nog een knop! En... Oh. Nice. Oh. Nee, waar is de kist? Oh. Die is opgegeten. Oh nee, kut. Ja, oh. Ja, is goed. Pak hem! Oh god, god. Ja, ik word helemaal afgeleid hier ook, joh. Ik kan echt niet wachten om boven te zitten. Ja, zo. Echt. Ik... Dat is zo fijn, oh. Kom je nu mee? Dat mag helemaal niet, want ik moet nou gaan opletten. Oh, weg, dat vind ik veel. Nice, nice. Opslagpunt. Ja, opslagpunt, nice. Zero? Oké, okay, kom maar. Oh ja, tuurlijk. Die hebben we verslagen in boxen. Ja, dat dacht ik van wel, ja. Met boomboxjes. Wat een achtergrondgeluiden weer. Nice. Ja, ik ga mezelf nou even niet mute op. Nee, omhoog. Oh! Kijk hem dan! Lekker is! Oeh. Oh, helemaal. Dat ziet echt niet net zo. Lekker. Oh! Dat is de andere kant. Nou, waar is je kist? Ja, die moet ergens zijn, toch? Ja! Oh, kijk daar. En helemaal niet aan de afblijven, Zero. Dat was onze kill. Oh, wat? Oh! Ik dacht dat we hem verslagen hadden, Captain. Oh, nou. Oh! Oh, lekker man. Nou, dat wordt dan, oké. Okay. Hoe blijft dat ding liggen? Dat kan echt niet. Ah, physics. Oh, rondje! Ja, we pik! We hebben veel actie deze aflevering. Ja, dat wel. Oh, what the fuck! Pof! Dit soort dingen vind ik heel lastig, pik. Dit soort dingen vind ik heel lastig. Ja, lekker pik. Oké, dat gaat veel te snel allemaal. Ja, het gaat goed. It's all about the money. It's all about the money. Ja, dus ik denk dat je moet gaan springen. Dat ding kan toch niet blijven liggen? Oh, don't question. Dit is misschien een andere... Hoe dan? Oh. Kan echt nooit. Dat ding was er al lang af. Goos. This is bad. Get down. Die. Get down op een bepaalde manier. Oh. Ja? Net te laat. Get down! Jesus Christ. Dat ding dat kan toch niet... Had we een zwaartekracht op Pandora misschien? Weet ik veel, zeur niet. Zwaartekracht? Jij gaat niet met mij beginnen over zwaartekracht, pik. Ja, schiet er maar op. Wat ben je? Ik klet heb, had ik daar helemaal geen last van. Oh, nou. Oh. Ach, god. Nou, heb je nou je zin? Waar ben je zitten? Oké. Okay. Oh. Help hem! Help hem! Of je kan het geld pakken. Ik weet niet... Oh! Ik moet hem eerst helpen natuurlijk. Ja, oké. Pak het geld nu. Oké, ja, doe ik zo. Did you see the case? What about thank you? Next time I will. Oh, ik zou echt boven willen zitten. Ja. Allemaal vragen naar mijn hoofd. Daar raakt hij, nee! Oké, fuck. Oh man. Got it. Oh, suicide! Nee. Oh. Kamikaze! Oh. Springen, bitch. Springen! Nice, komt goed. Oh. Ik ben lekker bezig. Ja, waarom doe je hem nu af? Geen idee. Oh. Oh, fuck. Oh, god. Trekken! Trekken! Captain! Nee! Ik kan niet helpen. Nee, je hoedje. Do something. Kick! Hand me the X! Let op. Ja, achter! Oh, godsamme! Jezus Christus, je bent echt zo'n... Oh, ja! Oh. Heb je me nou in zijn hoofd Oh. Ik weet niet. Voor mij ga je maar in de smack met de verkeerde kant. Yeah. Oh nee. Weet ik veel. Maar weet je wat zo kut is gewoon? Dan zitten we zo'n box achterna te gaan. Ja. Maar die... Die had toch wel op de grond moeten liggen. Ja, jongen. Met de physics. En ja, nou ligt hij daarin, nou. Waarom stel je een stomme vragen? Gewoon, het is een game. Ja, een pingwing hoort ook niet in de ruimte. Dus alsjeblieft, ja. En wel als hij een ding op heeft. Ja, maar dat heeft hij niet. Dus.
Kijk, dat die blijven staan, dat is ook zo vaag eigenlijk. Dat kan niet. Oh. Blijf jij maar staan op... Oh. Nee, ik ga niet blijven staan. Nee, blijf jij maar staan op zo'n truck die fucking... Het is een game. Heb je het echt niet geen leuke persoon om naar de bioscoop te gaan ofzo? Oh, misschien is dat toch niet? Oké, dat is toch echt helemaal niet realistisch? Nee, Pink, kijk een Teletubbies. Ja, maar toch! Dat is niet realistisch. Teletubbies, dat zou ik niet zeggen, want Teletubbies is gebaseerd op een waar gebeurd. Oh my god, jongen, echt, houd toch op. Hier, what the fuck? Hoppa, oh. Is dat realistisch genoeg voor je? Ja, ik weet niet. Oh shit, ja, op een wiel. Kan je, dit is echt niet leuk als je dit eigenlijk doet. Probeer ik een beetje in die story te komen, heb ik een of andere autist naast me zitten. Jezus. Oh. En nou? Nee, oké, okay, het is helemaal heel logisch. Het is heel logisch. Het gaat niet om het logisch, het gaat om het leuke is. Ja, dat sowieso, maar... Nou dan, sorry niet. Oh. Ja, je hebt hem! Oh, wat? Ja, maar... Wow, nice! Nee, maar sorry, dit kan ik echt. Dit maakt toch geen fuck man. Uit? Jongen, waarom verneuk je dit moment gewoon? Het is gewoon niet leuk om met jou dit te doen. Zit er lopen janken over het realistisch is of niet? Ben je ooit in de ruimte geweest? Nee, natuurlijk niet. Zag je wat er gebeurde? Ja, hij heeft hem! Hij heeft hem! Precies door dat raam. Jezus, lekker pik! Het kan. Ja, houd toch op, man. Ga dan maar gewoon door met dat gezeik. Maar, ja hoor. Heel realistisch, ja. Mooi. Dit direct? Michael Bay? Zo, glitch, zag je die? Ja, dat die is ook klaar met het gezeik. Ik kan niet alles processeren. Nou, zo pushy is het niet. Thank you. You got the case? Ja, dat weten we. Thanks. My luck was about to run out back there. Don't thank me, just... Oh god, wat? Oh, fuck. Ze naait je gewoon, hij naait je gewoon. Dat doe je niet, toch? Dit is niet realistisch, want daar gebruik je recht. Maar hij is toch zijn oom of zo, of wie dan ook? Hé? Volgens mij wel, ja. Of zoiets, familie, of... Ja. Ja, klopt. Dat was het wel, ja, zoiets. En dan wat? Voor 10 miljoen, ja? Nou, oké, blijkbaar. Wauw. And that's the way how life goes. Oh. Nee, hou op je bek, liet het gewoon gebeuren dan. Oh, oei. Nou, het licht gaat uit. En als we een opdrachtpunt krijgen, is het ook het licht gaat uit voor deze aflevering. Ja, inderdaad. Want we zijn op tijd. Oh, hij rijdt nog. Oh, hij zit vast. Ja, yo, fuck, mate. Ja. Nee, daar kan een go, pak de case. Ja, natuurlijk komt hij eraan. Oh, doe nou niet alsof je een mietje bent. Kom op, omhoog. Kom op. Ja, tuurlijk. Er zit een bom in, toch? Ik hoop dat hij zijn hoofd ontploft. We are family. Yeah. He was the chosen one! Oh, that is fun. Running in the family. Nou, bedankt voor niks, hè? Echt. Oh, nou, bedankt, hè, pa. Teringleier. Of het is je oom. Drukken! Dan ben je er aan, toch? Schiet op! Kom op, pik! Kom op! Loop je erin te houden? Jezus. Pak een pistool. Ja, ah, doe normaal. Is dat al erg? Niet zeggen over de bom. Drappistool. Ja! Bom. Maar we hebben de kogel niet meer, grap. We hebben niet gereload. Shoot, schiet! Schiet! Schiet gewoon! Af en toe. Schiet! Zie je, dat bedoel ik? Ja, maar je... Daarom had ik die kogel misschien toch moeten bewaren. Ja, maar ja, weet ik veel. Oh! Zo. Ja, fuck, jongen. Wat is hij gaat dood. Ja, hij gaat dood. Hij gaat dood. Sowieso, zit een bom in. Het is goed dat we daar niet hebben verteld. Don't open it, choke on it. Choke on it. Ja, yeah, oké, dat klinkt wel... Ja, oké, whatever. Dat bedoel ik. Hoppa! Opgeruimd zit netjes. Nou, dit ziet er heel raar uit. Oké, dat ga ik screenshotten. Ja, heel goed, dat gaat in mijn thumbnail. What the fuck? What the fuck?
Raar moment om het te doen, maar ik kan het altijd. Al het geld is weg, dat is wel kut. Ja, dat wel. Oh, er komt nog iets terug, oh! Als ik mijn kogel had gehad, is had dat helemaal niet gehoeven. Besef dat we dat geld dan nog hadden en die kogel en die man was dan dood geweest. Steek hem, steek hem, steek hem. Oh, en de music is over. Kijk. Smiley. Emoji. Oh. Je loopt vast. Hoppa, en dat was Zero. Was dat Zero? Oh man. Nou. Mijn character. Ja, nou mooi. Nou nee, niet mooi. Maar ja, we hadden meest use of character. Ah ja, tuurlijk. Oh! Oei. Als hij nog... Hij kijkt recht naar van, oh, hey, ik hier? Ja, nee, pik. Nee, pik. Druk het! Nou, nee, ik heb doe normaal. Physics, guys! Borderless physics! Kijk hem zitten, yeah! Oh, dat was dat kan wel! Dat kan wel, inderdaad. Ja, hij was wel eens een kloontje, inderdaad. Oké, okay, dan... Bossa Nova's dead. Ik wou alweer opmerken ja, gaan ik zag maken het over al. Realisme. Ja, ik zag even nog niet eens facecam, maar ik zag je kop al. Ja, mijn kop, die was echt al... Wie is dat trouwens? Die paarse stem, of de roze stem, wie is dat? Is dat Tina Tina? Nee. Nee, klinkt niet als Tiny Tina. Wie is dat eigenlijk? Ik herken hem die stem ergens van. Wie is het? Ik hoorde wel Rocket Launcher. Daar ja, dat zegt niks. Tiny Tina wel heel leuk. Tiny Tina hield van explosies. Ja, nee, maar die stem is niet Tina Tina. Nee, dat is waar. Sasha, about what happened with Felix. Stop, okay? I don't want to talk about it. Stop ik. Ah, bla 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 bla. Ah, fuck hem. Ah, wat heb je nou aan team 10 miljoen? Pff, vind je Borderlands ligt op de hoek. Huh? Ik heb dat gemist. Living. Nope. Oh, je hoedje. Daar is hij. Uiteindelijk is alles goed gekomen, want zij heeft de hoed terug. Nice. Yeah. Een 10 miljoen dollar hoed. Dat is het belangrijkste. Die kunnen we even verkopen voor 10 miljoen. Oké. Hey, mooi moment. Mooi moment, inderdaad. Tiny penissen. Ach. Wat leuk dat jullie weer hebben gekeken naar deze Telltale aflevering. Ik had heel erg veel commentaar. Ja, en lieve Childrens, ja, jullie zijn ook niet onderbroken hoor. Hij maakt er weer zijn eigen auto van. Nee, maar we doen de auto altijd samen maken. En bij deze wil ik zeggen van Captain Gotham, bedankt voor het meespelen in mijn serie. Houd er toch op, mijn vent. Oh, gaat hij dat doen? Nou, oké, jongens. Ik mag nog niet eens mijn eigen auto afmaken.